Meneer Wijfels, u komt uit de zakenwereld, maar u bent ook hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering. U mediteert, u staat op een bepaalde manier in het leven. Gezondheid en goed leven, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ja, ik denk dat het elkaar versterkt. In die zin dat als je goed leeft, en dat vertaal ik maar naar leeft, ik zou bijna zeggen volgens jouw bestemming. Ik ga ervan uit dat elke mens hier rondloopt om iets te komen doen. Dat elke ziel incarneert om in deze wereld iets te komen doen. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Bepaalde rollen vervullen in het maatschappelijke of wat dan ook. En goed leven is wat mij betreft dat je zo goed mogelijk achterhaalt, ja, wat jouw bijdrage hier in deze wereld is. En dat je op die lijn leeft. En als je dat goed doet, als je dus zinvol bezig bent volgens jouw, laten we zeggen, blauwdruk, dan ben je daar meestal ook gezond bij. Want dan krijg je energie van. Hè? Dan krijg je wat de Chinezen noemen qi van. Hè? En ja, dat bevordert je gezondheid. Goed leven wordt vaak als synoniem gezien voor anatomische gezondheid, vrij technisch. Wat vindt u daarvan? Mijn zicht op de gezondheidszorg zoals die is, en laten we eerlijk wezen, die heeft enorme maatschappelijke bijdrage geleverd, dus ik bekritiseer dat niet, maar is gebaseerd op het materialistische wetenschappelijk paradigma. Dus dat wil zeggen iets wat materieel in de materie aantoonbaar is dat bestaat, en iets wat meer in het niet-materiële domein functioneert of bestaat, ja, dat bestaat volgens dat paradigma niet. Dus daar kunnen ze niks mee. Hè? Dus dat energetische aspect waar ik het zojuist over had, ja, dat komt in de reguliere geneeskunde niet aan de orde. Hè? Want dat is in dat domein niet tastbaar aanwezig. En dat is overigens wat mij betreft de reden dat er zo'n enorme sector complementaire geneeskunde is ontstaan. En ik ben, moet ik zeggen, een groot voorstander van wat in het Engels heet integrative healthcare. Hè, waarbij die beide domeinen met elkaar in verband worden gebracht, geïntegreerd worden. En dat zou wat mij betreft ook de richtingwijzer zijn voor de ontwikkeling van gezondheidszorg in de toekomst. Dat je zowel het fysieke aspect, dus laten we zeggen, de mechaniek van het menselijk lichaam, als de chemische processen die zich in het menselijk organisme afspelen, als ook de geestelijke processen en de levensenergiegevende processen, dat je die met elkaar in verband brengt en dat je komt tot een integrale geneeskunde, geïntegreerde geneeskunde, waarin goed geanalyseerd wordt waar bij een patiënt, bij een mens, het schort. Hè? En ja, dan vanuit die integrale analyse eventueel selectieve ingrepen doet, hè? Terwijl het nu vaak omgekeerd is. Ja, is gezondheidszorg wel de juiste term? Nou ja, dus als je kijkt naar hoe gezondheidszorg op het ogenblik is gedefinieerd, dan is dat toch eigenlijk overwegend als ziektezorg. Hè? Want het hele stelsel van gezondheidszorg zit aan de curatieve kant. Er zit nauwelijks iets aan de preventieve kant. Hè? De 90 miljard of zo die we in dit land uitgeven zit vrijwel volledig aan de curatieve kant. Dus het komt erop neer, de definitie is gezondheidszorg. Daar heb je pas toegang toe op het moment dat je ziek bent verklaard. Ik ben natuurlijk heel erg bezig met die duurzaamheid. En de essentie daarvan is dat we niet proberen problemen aan de achterkant te repareren. Bijvoorbeeld milieuvoorzieningen maken om eerst wat eerst vervuilend is dan schoon te maken. Maar te voorkomen dat het vervuild wordt. Nou, zo zou de gezondheidszorg ook veel meer kunnen doen aan het voorkomen van het ziek worden. We zitten natuurlijk al heel lang heel erg vastgeroest aan dit systeem. Hoe moeten we om? Nou ja, dat is een kwestie van bewustwording. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn als mensheid in de industriële tijd op een bepaalde manier gaan werken. En nogmaals, ze zegt dat heeft ons heel ver gebracht, ook in de gezondheidszorg. Maar we komen nu tot de conclusie dat we op die manier niet verder komen. Dus dat we met nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuw bewustzijn moeten werken aan nieuwe methoden en nieuwe benaderingen.
Ik zie dat dus op het ogenblik op tal van terreinen gebeuren. En een van de belangrijke terreinen wordt de gezondheidszorg, is wat mij betreft de levenswetenschappen. Dus vanuit de levenswetenschappen, waar we nu in hoog tempo nieuwe inzichten ontwikkelen, ontstaan er hele nieuwe manieren om veel specifieker te volgen op het niveau van individuele organismen wat daar gebeurt en of dat goed functioneert of minder goed enzovoort. En daar zie je dus de informatietechnologie samenlopen met de bevindingen uit de levenswetenschap, uit de biotechnologie zou je kunnen zeggen. En die twee terreinen die gaan wat mij betreft de hele gezondheidszorg in een volgende fase brengen. Als we kijken naar de financiering in de gezondheidszorg, dan is die nu vaak gebaseerd op geleverde inspanning. Maar zou je niet veel beter kunnen kijken naar uitkomsten? Ja, dus dan is het natuurlijk een punt van hoe meet je de uitkomsten. Ja, wat zouden die uitkomsten dan moeten zijn? Maar als ik dus kijk naar, waar de gezondheidszorg idealiter naartoe zou gaan, dan wordt het een stelsel waarin behalve die curatieve kant, ook die preventieve kant, die begeleidingskant om mensen gezond te houden en gezond te leven, wordt veel belangrijker. En daar zou je met hele andere beloningsmethoden kunnen werken. Het is een prachtig plan, maar ik zie de minister er al gek van worden. Ja, dus ik vrees eerlijk gezegd dat deze minister daar niet van is. Hè. Dus dat is een absoluut gelover in markt. En op die manier correctie. Maar welke minister dan ook? Zou die dit zien zitten? Ik zou ze niet kennen. Nee. Maar ik sluit absoluut niet uit dat naarmate wij steeds verder komen als samenleving op dat terrein van uit nieuwe waarden die verbonden zijn met duurzaamheid en duurzaam leven. Als we op die manier naar onze werkelijkheid gaan kijken, ook op het gebied van gezondheidszorg, dat dit soort van vormen veel meer de kans zouden krijgen. Waar we naartoe willen, dat is het grote project voor de 21ste eeuw, zeg ik. Dat is naar een duurzame manier van leven, naar een duurzame samenleving en een duurzaam functionerende economie. Een manier van leven en werken waar we veel beter gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen die we hebben. En dat heeft ook betrekking op onszelf. Dus je kunt het zo zeggen, er is niet een vitale economie zonder vitale mensen. Dus de crux van, laten we zeggen, de volgende fase in de ontwikkeling van mens en samenleving is vitaliteit en het beter benutten van de mogelijkheden die we hebben. Dat is waar het over gaat. En in dat kader is in de toekomst een belangrijke rol voor gezondheidszorg. Dat stelsel gaat doen wat het woord zegt. Namelijk zorgen voor gezondheid. Ja. En niet alleen maar zorgen dat zieke mensen beter worden. Nee. Dat is wat mij betreft de oriëntatie voor de 21ste eeuw. Want alles heeft met alles te maken. Ja, zeker. Het is samenhang. Hè? Dus de vorige fase van de maatschappelijke ontwikkeling is gebaseerd geweest op het specialisatiebeginsel. Hè? Daar is de gezondheidszorg ook een perfect voorbeeld van. Ja. En dat doen wij heel goed in Nederland. Ja, hè? We zijn heel goed. Ja, wij zijn daarin heel goed. Maar wat we nu gaan doen, dat is het leven weer heel maken. Weer alles met elkaar in verband brengen. En vanuit die samenhang, vanuit die heelheid proberen een volgende slag te maken in de kwaliteit van ons leven. En de kwaliteit van manier waarop we samenleven en in onze behoeften voorzien. Ik dank u wel.